Hallo dames en heren, leuk dat we kijken naar een nieuwe aflevering van Alola Trilogy Book 1, chapter 3. Kijk je nu naar, mocht je de vorige chapter nog niet hebben gezien, dus chapter 2, klik zeker hierboven in het i'tje. We gaan gewoon lekker chapter 3 spelen. Ik heb besloten dat we gewoon voor nu alle chapters gewoon gaan spelen. Met misschien de andere games doen we het niet op deze manier, maar voor nu doen we het gewoon lekker op deze manier. Want fuck it right. Er zijn 200 gold, save 4 survivors en discover territorium. Alright, territory. Nou, laten we direct met de elder praten. I am old and feeble. I was going to visit my brother, but that path to his house is overgrown. Help me clear the way. Cut one bush, alright. Ah, dat is niet zo moeilijk, I guess. Hè? Oops, oké, wat is dit? Is dit een abandoned Indian lookout? Alright, alright. Thank you, you've been a great help to me. I am poor, but I must repay my debts to you. Ah, 10 gold, dat is toch wel weer lekker. Jullie zien nog steeds het goud niet, maar ja, ik geef wel gewoon een normale update. Ja, een garden is op zich wel handig. Daar heb je helemaal gelijk in game. En die plaatsen dan gewoon mooi hier, want waar is een ander mooi plekje, weet je wel. Kijk, eten en niks. Gaan we nu naar hem toe. Laten we onze mannetje even de berrybush doen. Oké. Okay. Ah, wij lopen toch al iets voor op commander Pablo Rodriguez. Sickness has robbed me of my strength. If you can bring me an artifact that will help me in my illness, I will repay your kindness. The artifact should be somewhere underground. Underground? Oh shit, damn. We hebben ook allemaal verschillende busjes hier ook. Oké. Maar laten we inderdaad eventjes een woodcutter ook plaatsen. Nou, dat kan perfect daar. Ook heel mooi dat ze een soort van de spot al gemarkeerd hebben, weet je wel. Hé, één snelheid erbij. Ja, heerlijk. Oké, bush. De bush. Oops, oké. Ja. Prima. En dan gaan we de burial chamber in. Klinkt gezellig. I see a stalagmite. It must be cleared from the road. Oké. Lekker luid. We gaan gewoon alles looten. Want we hebben natuurlijk goud nodig. En in elk van die dingen kan of goud liggen. Of er ligt een steen in, weet je. Waardoor we sneller zijn. Of een Oratory of een strength level erbij krijgen. Dus, hè. In ieder geval iedereen fijn weekend. Want het is als het goed is zaterdag. Ik upload weer lekker vroeg. Zoals elke week tegenwoordig. Nou ja, niet elke week. Maar stel voor ik heb video's over. En ik loop echt een week voor op opnames. Dan wil ik heus wel een beetje wat video's in het weekend plaatsen, toch? Boeien. Maar ja, nog steeds wel met dezelfde regels als, ik upload niet 2 keer achter elkaar dezelfde game. En ook niet 2 dagen achter elkaar dezelfde game. Dus dan heb je gewoon 4 games in 2 dagen tijd, om het even zo te zeggen. Dat is gewoon, dat is de simpelste uitleg die ik kan geven. Het zijn, ik speel dus 4 games in het weekend. Als ik genoeg video's heb. Anders, anders maak ik ook weer zoveel, ja. Dan, ja, jullie begrijpen denk ik wel. En zo niet, dan niet. Soms begrijp ik het zelf ook een beetje moeilijk, dus maakt niet uit. Fourth journal page. We are lucky that the Indians do not value gold in the slightest. And what they don't mind us visiting their tombs. We gaan zo deze ceremonial vezel pakken. Ik wil eerst even kijken of er nog wat ligt. Nee. Oké. Gaan we terug. We hebben een bag. Alright. Moeten we die aan die Indiaan geven? Of ik heb geen idee. We hebben in ieder geval 36 coins van de 200. 36 goud. Heerlijk. Goud. Prachtig. Alright. Wil de sawmill toe? Ja. Oh, kut. Kan deze hier gewoon? Denk het.
Thank you, foreigner. Now my strength will return to me. Oh ja, nice. 10 goud erbij, nu hebben we 46. Look, there's an abandoned Indian lookout ahead. Build a watchtower here. Oh, de watchtower kunnen we dus niet normaal hier neerzetten, maar die kunnen we alleen hier neerzetten. Oké. Kunnen we hem ook gewoon zo neerzetten? Oh, bruh. Oké. Prima. We hebben hier trouwens een quarry. Nou ja, een granite mine noem ik gewoon een quarry, oké. Want het komt op hetzelfde neer. Even kijken. Dan willen we ook misschien een stonecutter hebben, maar daar hebben we 20 hout voor nodig. Nou, dat hebben we voor nu nog niet. We waren een beetje laat met de houtproductie, maar dat maakt misschien niet heel veel uit. Watchtowers can only be built in the place of Indian lookouts. Oké. Dus hier kunnen we weer één neerzetten en hier. Oké. Waarom loop je zo? Je kunt ook gewoon door het bos heen lopen. Toch? Of ben je incapabel om dat te doen? Nou, blijkbaar incapabel. Heel veel barrels. Jezus Christus. In ieder geval, stonecutter ding. Ook gewoon lekker dichtbij neerzetten. Want hoe dichterbij we deze dingen neerzetten, hoe sneller ze alles kunnen ophalen, weet je wel. Efficiëntie, dames en heren. Ik wil nog een extra garden erbij hebben. Want ik weet gewoon dat één garden het voldoet, maar niet helemaal, zeg maar. Dus, 50 munten, lekker. Kijk, nu hebben we gewoon genoeg eten. Want we gebruiken natuurlijk ook heel veel eten om vervolgens weer te gebruiken voor buildings en shit. Dus, hè. Is het wel nodig, deze hoeveelheid. We hebben nu 64 goud. Heerlijk. Staat hier niet nog eentje? Nee. Oké, mooi. Ja, deze houttakker die kan genoeg houttakken. Nou, deze, I mean, we hebben redelijk weinig, maar ja, dan heb ik toch alsnog liever een compleet nieuwe. Dus op zich in dat geval maakt niet heel veel uit. Voor nu doen we het gewoon met eentje. Laten we dat ophouden. Oké, laten we alles oppakken. Hebben we weer eventjes wat eten erbij. Laten we direct de watchtower plaatsen. Hop. En hier konden we ook eentje plaatsen. Kan dat? Nee. Daar hebben we meer steen voor nodig. Nou ja, we kunnen alleen quarry zetten op een plek met een gat erin. Of gewoon als ze destroyed zijn, weet je wel. Dus ja, hey, waarom kan dit niet? Is er geen weg naartoe meer of zo? Ik heb geen idee, ouwe. Blijkbaar niet. Alright. Mind. Damaged. Ik weet niet wat het is. Lijkt een beetje op een blacksmith iets. Dus ik denk dat het wapens creëert. Of, oh nee, hier heb je een silver mine. Oké, dus dit is voor zilververwerking, gok ik. Ja, ik wil wel inderdaad een extra werkershutje erbij hebben. Want inderdaad, het is een beetje weinig. Wat we nu nog hebben. Dus, nou, die bouwen we gewoon lekker hier. Beetje, ja, centrale voor dit. Hier kunnen we denk, ja, hier kunnen we een dam maken. Heerlijk, mooi, goed. Extra watchtower. Nou, de berry bush is eindelijk collected. Mooi. Heerlijk deze muziek. Lekker rustgevend. Oké. Ik ben benieuwd of we hier... Auw, mijn hand. What the fuck? Ik deed mijn hand zo en in één keer versloeg een botje verkeerd of zo. Ik weet niet. Gare shit. More workers nodig. Ja, yeah, I know. A fallen tree is blocking the path. Chop it to clear the road and gain extra timber. Doen wij dat? Nee, dat doet een houthakker. Oké. Hier hebben we een warehouse. Kunnen we alleen een beetje weinig mee, want we kunnen niet naar de overkant helaas. Nu nog niet, though. Nog niet. Upscape, bouw die ook maar direct. Um,
Ja, we hebben Oratory level 2 nodig. Dus met hem kunnen wij nog niet praten. Misschien zit de Oratory level stone hier wel in. Je weet maar nooit. Ook gewoon de bush hakken. Er zit een quest note in gedoe. Weet ik veel wat het is. Hier, weer 10 eten. Heerlijk. En een steen? Nee, eten. Oké. Warehouse bookpage. Building additional gardens helps increase food production. No shit. Duh. Alright, deze is ook unlocked. Ik denk dat... Ik wil die dam bouwen. Kijken of we er dan ook overheen kunnen lopen. Lijkt me wel handig. Of dat het hier gewoon opdroogt, weet je wel. Kan ook. Build new sawmills to speed up production. Nou, we hebben meest eten en meest steen. Dus op zich, dat is nu nog niet nodig hoor. Hé, hey, we hebben hier gewoon een workers camp. Nice, nice. Met allemaal barrels die ik weer stuk ga maken. At last, we are safe. Don Diego, please take us into your service. As a sign of our gratitude to you for saving us. Accept our humble gifts. We found this magic stone in this land. Ah, we kunnen nu met die guy praten. Heerlijk, nice. We hebben 4 survivors gesaved. Nice, want hier zitten 4 in. Of 3, weet ik veel. Hier komt... een van onze werkers naartoe. Oké, okay, goed zo. Mooi. Hopsakee. Bam, bam, bam. 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 En bam, bam, bam. Nee, oké, okay, jammer. Misschien zit er een steen in voor snelheid, weet je. Dan is het alleen maar mooi meegenomen. Maar nee, helaas. Helaas niet. Moeten deze nou helemaal teruglopen hier naartoe trouwens? Ja. Ja, lekker dan. Ja, laten we met deze chappie gaan praten. Want ja, dat is het enige wat we hoeven te doen nu. Blijkbaar. En ja, we kunnen niet de dam repareren. Al zou ik het heel graag willen, kunnen we het alsnog niet doen voor nu. Vergeet jezelf niet te hydrateren, dames en heren. Het is een belangrijk iets. A powerful current destroyed the dam, cutting us off from the other side of the river. Help to restore it and I will reward you. Oké, okay, ja. Ja, nee, dat willen we sowieso wel doen. Dus dat is helemaal prima, jongen. Eén guy die doet dit. Oh ja, kijk, nu we bouwen ook gewoon een muur met een waterval hier. Dus dit gaat sowieso geheid ooit overstromen. Lekker. Slim. Watchtower. Hebben we te weinig geld voor? Oké. Okay. Ja, misschien zit er in de barrel hier of zo wel geld. Ah, kut. We hadden eerst even met hem moeten praten. Ah, joh. Maakt niet uit. Eerst even deze dingen weer kapot slaan. Even kijken. Hoe gaat het met onze competitor? Ah. Loopt nog steeds achter. Zoals altijd. Motherfucker. Ja hoor, kijk, geld, 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 60 coins, heerlijk. Dan kunnen we weer een mooie watchtower van maken, hopsakee. En ik denk dat ik hier een workers ding wil maken hier. You have done great deed, now our tribe can access the other bank of the river. We are all in your debt, yes, yes, yes. En nu kan ik ook naar de overkant, dus dat is ook een heel mooi iets. Restore the silver mine to mine ore. Alright. Ja, maar het liefst maak eerst even een werkershutje. Want ja, zoals je ziet, nu moet ze van hier komen om daar te repareren. Dat is niet helemaal gewild. Laten we daar op houden. Hier, pak ook maar even wat eten aangezien je toch niet heel veel aan het doen bent momenteel. Alright. Ja, iemand even... Ja, kom maar meneer. Nee, daar kunnen we nog niet naartoe. Dan hebben we eerst deze nodig, zeker. Ja, ja hoor. Oeh, een hele tempel. Wow, yo. En een extra houthakkershut. Dat is goed om te weten dat die daar staat. Ah, fucking tering. Ja, die repareren. Deze weghalen, zodat we naar de warehouse kunnen. Warehouse is een van de belang... Dat is nu echt mijn main priority voor mezelf, vind ik.
Ja, je moet ook eigenlijk wel even een extra fucking workers hut, eerlijk. Lijkt me wel zo verstandig. We need way more workers, bro. I know. Hier kunnen we nog geen plaatsen. Oké, nou, dat is dan jammer. You need more workers to take care. Ja, 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 prima, prima. Hier zitten nu twee guys in, mooi. Hier zitten ook twee guys in, ook mooi. Hop, hop, hop. Hop, hop. Wat hoor ik allemaal? Ik heb geen idee. Watchtower. We hebben weer geld nodig. Huh. Waar halen wij nu geld vandaan? Oh, misschien zilver. Oh, kijk, zie je? Hierdoor door zilver om te smelten krijgen wij dus munten. I mean, makes sense, makes sense. Hier, de efficiëntie is laag tegenwoordig. Heel fucking ding zo wat omgehakt hier al. Tering. Large barrel. Nice, nice, nice. Large barrel zitten meestal van die gemstones in. Volgens mij, dus dat komt wel goed. Hier. Ah, nee. Oh, maar wel 20 eten. Dat is ook goed. Dat is prima. Ja, we need more workers. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Build a sawmill to speed up production of wood. Oké, ja. Die is fair. Die hebben we nu ook wel een beetje nodig. Merk ik ook wel aan de productie van het hout hier. Want we hebben een extra fucking houtzagerij bij. En eentje die bijna depleted is. Maar ja, deze gaat redelijk sloom. Hier, warehouse. Heerlijk. We hebben munten nodig. Hey man, ga eens eventjes die munten doen. Want dit moet sneller hoor. Is niet hoe het hoort. Zo heb ik je niet opgeleid. Hier, hout brengt hij dan toe. Kijk. Nou, productie gaat wel weer lekker. Oké, we hebben munten. Watchtower, bam. Oké. Mensen, kom nou. Oh, Jezus Christus, ze moeten helemaal vanaf hier lopen om daar te gaan bouwen. Pff. Dat is niet zo lekker. Daarom wil ik dus ook echt een extra workers hut hier hebben. Want hier. Oh, 70 bricks. Lekker. Remember your main mission goals. Ja, 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 game. Ik weet het, ik weet het. Expand your territory. Ja, ik weet het. Game vindt me een beetje sloom gaan of zo. Maar toch loop ik voor op Commander Pablo Rodriguez. Hier. Waar kom jij nu vandaan lopen? Oh, jij moet überhaupt nog aankomen lopen. Ja, jij gaat. Goed zo, mooi. Heerlijk. Hop, bosjes weg. Ah, we kunnen een extra, ja, quarry maken, wou ik net zeggen. Ja, oh, ik ga eerst even een work... Oh, hier staat een workers hut. Kijk, dat is ook gewoon prima. Maar weet je wat ik gewoon doe? Noem me gek hoor, maar ik bouw gewoon twee. Eentje kan dan gewoon puur focussen op die bouwen en op jobs. En deze kan dan gewoon puur focussen op transporteren. 30 hout nodig. Ja, dat is nog steeds een issue, hè. Ja. Hier kunnen we ook nog trouwens wel eentje maken. Nog zo'n houtzagerij. Ja, joh, dan pakt hij gewoon deze hier. Ja, dat is prima. Bam, 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 bam. Jezus, die andere komt er nu pas aanlopen ook gewoon. Tsoeh, hé. Woodcutter. 3 meer hout, jongens. Kom op. Even tentje bij. Hier. Ophalen en naar de storage brengen. Heel snel, nou. Hier ook. Jongen, jongen. Even wat sneller, jongens. Jullie gaan een beetje sloom, hoor. Ik ben heel eerlijk. Het is niet hoe we het willen hier. Extra woodcutter erbij. Kijk hier, prachtig. Alle bomen pakt hij mee. En wil ik ook... Ja, extra sawmill kan handig zijn, maar... joh. We hebben trouwens 80 golden coins van de 200 die we nodig hebben. 30 en 20 hout, oké. 30 hout en 20 eten of zo.
Oké, top. Dankjewel jongens die hier werken. Top werk. Nou, dit gaat ook echt niet snel met het hout. Jongen, 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 jongen. Dat hout gaat echt... jongen, we hebben nog 12 nodig. Cool, hè? We hebben volgens mij best wel genoeg van deze. Alleen, we hebben te weinig van de sawmills. Nee, we hebben niet te weinig van de sawmills. We hebben gewoon te weinig fucking workers bij de sawmills. Die het ophalen en shit. Nou, dan plaatsen we nog maar een werkershut. Want blijkbaar gaat het te sloom. En als het te sloom gaat, ja, dan moet je upgraden, hè? Sawmill er extra bij. Laat ze er gewoon maar lekker naast. Zo dicht mogelijk, want... Dan is het dichtst bij het storage. Gaat het ook weer lekker snel. Hopskee. Doorbeuken. Zo doen we dat. Haha. Oké. Even kijken. Trouwens, ik zie dat we nu al 22 minuten bezig zijn. 22 ongeveer. 22 minuten bezig zijn met opnemen. En ik denk dat we nog... We hebben nog de helft van de tijd over. Iets meer zelfs. En we zitten op de helft van level progressie. Dus dat betekent 40 minuten als je het even zo breken. Dus ik zei dat we elke chapter gewoon gaan spelen als één chapter. Maar ik denk dat ik hem chapter 3.1 en 3.2 ga noemen dan. Zoals een beetje met de Emily-serie toen. Honeymoon Screws, weet je wel. Ja, dat ga ik doen. Ja, dames en heren. Hierbij wil ik jullie dan ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Kom zeker terug voor de volgende aflevering. Vergeet niet te abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. Klik op het belletje. Hier kun je een video zien die YouTube recommendeert voor jou. En hier beneden kun je zien de TG playlist ding. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei mensen. Fijne dag verder. Lekker weekend.